Beste Rockrail-gebruiker, op mijn modelbaan Den Akker rijden in totaal 7 pendeltreinen volgens een dienstrooster per uur. In deze video leg ik uit hoe ik dat heb ingesteld. Ik wens je veel plezier met deze video. Op mijn modelbaan Den Akker heb ik in totaal 7 treinstellen die volgens dienstroosters per uur in een bepaalde samenstelling om de 5 minuten van plaats verwisselen. Daarbij rijden steeds 2 of 3 treinstellen over de baan. Het gaat daarbij om de Firm in de Lekker Lang Lezen uitvoering en de Lok 1600 met een stam dubbeldeksrijtuigen, de Veolia Sput en de Koploper in de Olympia uitvoering, de Arriva Sput en aan de rechterkant de ICE en de Firm in de OV-chip uitvoering. Ik heb bij al mijn stationssporen een speciaal sein aan het blok toegevoegd en dat sein-symbool dat geeft de status van de locomotief in dat blok aan. En dit kruisje dat betekent dat de locomotief in de stopmode staat en het dienstrooster zorgt er straks voor dat deze trein automatisch gaat rijden. Voor de uitleg neem ik even deze Firm, Lekker Lang Lezen, hier aan de onderkant als voorbeeld. Die Firm staat hier dus aan de rechterkant op dit spoor. En op het moment dat de klok op exact 10:15 staat, dan zie je dus dat de status van deze Firm verandert in de A van automatisch en vervolgens gaat de Firm rijden volgens dienstrooster. Vervolgens moet die Firm hier in het blok VB12 wachten, en dat kun je zien weer aan deze knipperende W, totdat deze Veolia Spurt vertrekt, ook weer volgens dienstrooster. En als die plaats hier in dit blok vrijkomt, dan kan deze Firm natuurlijk doorrijden. Wel, de Veolia Spurt is inmiddels op zijn bestemming aangekomen en om 11:46 vertrekt de Firm naar het blok KST04. En hier komt de Firm dan het blok KST04 binnen en stopt daar. Om dit te laten werken zijn er eigenlijk twee instellingen belangrijk. Dat is eerst de instelling van het treinstel of locomotief. En het tweede is de instellingen van de dienstroosters en ik begin met de instellingen van de trein. Ik neem de Firm lezen, eigenschappen. En bij die eigenschappen ga ik naar het tabblad details. In de eerste plaats heb ik hier de optie dienstrooster vertrektijden gebruiken aangezet. De trein moet dus vertrekken volgens de vertrektijden in het dienstrooster. De optie zoek een dienstrooster indien idle en de klasse moet ingevuld zijn en ik heb hier gekozen voor de klasse PDN, die mag je gewoon zelf bedenken en PDN bestaat voor mij, bij mij voor pendeltrein. En dit betekent dus dat de Firm die zoekt een dienstrooster indien idle, dat dienstrooster moet dus ook vertrekken vanuit dit blok KST01. En dat dienstrooster moet ook de klasse PDN hebben. Vervolgens ga ik dus naar tabellen en kies ik hiervoor dienstrooster. En in de tabel met dienstroosters ga ik nu op zoek naar het dienstrooster dat vertrekt om 45 uit KST01 en met als bestemming KST04. En dat dat dienstrooster vertrekt om 45, dat kan ik zien aan 45 in de naam van het dienstrooster. En vervolgens ga ik naar het tabblad bestemmingen. De crux voor de werking van dit dienstrooster, waarbij op ieder uur een trein vertrekt, zit hem in twee dingen. De eerste is de klasse. En ik had je net al verteld, de klasse, dat is ook hier PDN. En die moet dus gelijk zijn aan de klasse van de trein of locomotief die ik volgens dat dienstrooster wil laten vertrekken. De tweede is dat de verwerkingstijd op ieder uur wordt ingesteld en in dit geval vertrekt de trein uit het blok KST01. En dat betekent dus in dit geval de vertrektijd die is 00:45
En ik heb de van tot heb ik ingesteld op 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. En dat betekent eigenlijk vanaf 9:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15 enzovoort. Tot en met 9:15 's avonds vertrekt er elk uur een trein uit KST 01 om 9:15 het hele uur. Om voor mezelf overzichtelijk te houden van welke trein wanneer vertrekt, heb ik mijn dienstroosters een bepaalde naamcodering gegeven, waarbij ik de vertrektijd, in dit geval 45, heb opgenomen in de naam van de dienstrooster. De overige instellingen zijn eigenlijk voor de werking niet relevant. Wel, op deze manier heb ik dus een lijst van in totaal 30 dienstroosters. En die dienstroosters die heb ik steeds in groepjes ingedeeld, waarbij elk groepje staat voor een bepaald beginstation en een eindstation. En zoals je ziet heb ik in totaal 5 groepen. En het werk zit eigenlijk niet zozeer in het maken van elk dienstrooster afzonderlijk, maar in het op elkaar afstemmen van de verschillende dienstroosters, zodat de treinen bijvoorbeeld elkaar hier op dit wisselcomplex niet kruisen. En dat als er de ene trein vertrekt uit KST 06, dat de trein uit de andere richting ook weer aankomt op KST 06. Wel, ik heb deze lijst met dienstroosters gefilterd op de groep PDN. Dat is dezelfde als wat je hier ziet bij klassen. Dat is niet per se noodzakelijk, maar op die manier kan ik dus heel snel alle dienstroosters bij elkaar zoeken die te maken hebben met die pendeltreinen. Wel, dat was het weer voor deze keer. Ik lees graag op YouTube wat je vond van deze video. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.